Spelletjes spelen met Bobby zorgt voor een goede band tussen hem en zijn baasje. Maar wist je dat spelletjes ook zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid? Bobby vindt het leuk om trucjes met zijn baasje te doen. Bobby weet alleen nog niet zo goed wanneer hij iets goed doet en wanneer niet. Daarom leert zijn baasje hem dat wanneer Bobby het woordje goed zo of yes hoort, hij iets goeds gedaan heeft en een snoepje krijgt. Van daaruit kun je verschillende trucjes aan jouw hond leren. Je kunt je hond bijvoorbeeld leren achter je hand aan te wandelen. Of je kunt hem leren een aantal seconden je hand aan te blijven raken met zijn neus. Een ander trucje dat je jouw hond kunt aanleren is het opsporen van snoepjes in een handdoek. Rol een handdoek op en stop er een snoepje in. Rol de handdoek dan nog een keer op en verstop er weer een snoepje in. Doe dat een aantal keer. Zo krijgt je hond door dat hij de handdoek verder af moet rollen om zo een snoepje te vinden. Zet een half volle fles neer en laat hem eerst langs links en dan langs rechts om de fles heen lopen. Ga nu iets verder weg staan en laat hem eerst naar de fles toe lopen voordat hij er links en rechts omheen loopt en weer terug naar jou loopt. Geef hem dan een snoepje. Door deze oefeningen bouw jij een nog sterkere band met je hond op. Dat is ook goed voor zijn fysieke en mentale gezondheid. Een win-win situatie dus.